Hammer-on is een techniek waarbij je met deze, maakt niet uit welke vinger eigenlijk, op de snaar slaat. Dus je vinger wordt dan een soort hamertje, wat zeg maar van grote hoogte naar beneden vliegt en op de snaar timmert. Dan hoor je dit. Dat is een hammer-on. Pull-off is eigenlijk net zoiets. Eigenlijk wil je deze noot laten horen, maar je zet deze vinger op dit vakje en trekt die vinger zeg maar naar beneden. En dat is een pull-off. En wat heel vaak gebeurt, is dat deze techniek gecombineerd wordt, deze twee. Dus een hammer-on en een pull-off. En een hammer-on en een pull-off. Dus dit is de hammer-on en de pull-off. En als je dat dan snel doet, hoor je dat. Dus hammer-on, pull-off, hammer-on, pull-off, hammer-on, pull-off. Qua geluid is een hammer-on een heel ander geluid als het geluid met een plectrum. Als je een loopje speelt bijvoorbeeld, of je doet dat met hammer-ons, dan klinkt het ene veel smoother als het andere. Wat hier gebeurt is dat ik één noot aansla per snaar, en de volgende weer, en de volgende weer. Dus maar één keer aansla per snaar, en dan, dat klinkt heel anders als. Dus het klinkt, vinden sommige mensen muzikaler om hammer-ons te gebruiken in plaats van de plectrum. En dat is op de terugweg met pull-offs hetzelfde. In plaats van de pull-offs.